Goedendag, het is een mooie dag vandaag met een stralend zonnige start. Maar goed, het is wel een koude start van de dag. Vrijwel overal vriest het lichtjes in de vroege ochtend. We hebben te maken met een vrijwel droge dag. Gisteren hadden we nog een aantal buien die vanaf zee kwamen overdrijven. Maar geleidelijk ging de stroming draaien. Waait nu uit het noordoosten en zo komt de drogere lucht onze kant op. Vandaar dat het vandaag vrijwel overal droog blijft. Alleen aan de noord- en ook aan de westkust kan nog net wat meer plukjes bewolking overdrijven. Daar valt heel misschien nog een drup uit. Maar goed, op de meeste plaatsen dus droog met geregeld zon. Er ontstaan ook heel veel stapelwolken, dus ongeveer tussen 11 en pakweg 4 uur is het toch een stukje bewolkter. Daarna lossen de stapelwolken weer op en dan komt de zon aan het einde van de middag, begin van de avond, weer heel erg goed aan bod. Nou, temperaturen zijn laag, 8 tot 10 graden en dat met een noordoostelijk windje, veelal zwak tot matig van kracht. Nou, vanavond en vannacht gaat het ook weer heel snel afkoelen. De stapelwolken lossen op, dus het is al heel snel vrij helder. Krijgen we een koude nacht met opnieuw weer die lokale 4 graden onder het vriespunt. Vrij heldere en droge nacht en de wind gaat vannacht al deels draaien. Uiteindelijk komt er een zuidwestelijke wind te waaien. Dus dan komt er al iets zachtere lucht binnen. En dat merken we morgen overdag wel. Temperaturen komen dan iets hoger uit. Morgenmiddag dan zitten we net boven de 10 graden met 11 of 12 graden maximaal. Ook dan een droge dag met heel veel zonneschijn, de meeste zon dan in het binnenland. Vrijdag wordt meer bewolking verwacht bij 13 graden. En ook in het weekend, het ziet er heel redelijk uit, misschien wel frisjes, maar slechts een enkele bui en ook geregeld zonneschijn.